Wat gaan we vandaag doen? Voeding is natuurlijk je beste medicijn. Dat wordt al 1 miljoen jaar verteld. Nee, geen miljoen, iets korter. Maar goed, je kan wel op een hele leuke manier allerlei voedingsproducten gebruiken om te zorgen dat je gezond blijft. En een van de 4 van die dingen is dus knoflook, geelwortel, ui en gember. Het werkt hartstikke goed om je immuunsysteem op orde te houden. En ik wil jullie gewoon even een mengseltje laten zien hoe je dat maakt om te zorgen dat je dat regelmatig kan gebruiken. Daar gaat knoflook in. En bij knoflook is het fijn om sowieso de knoflook schilletjes te bewaren voor je in je bouillon bijvoorbeeld. Nou, en vandaag gaan we de knoflook gebruiken om in dat mengsel te verwerken. En dan heb je natuurlijk knoflook nodig, dus je gaat even schillen. En dan begin ik expres mee om te schillen, want het fijne van knoflook is als je die schilt in één keer door midden snijdt. Dat er dan een aantal enzymen in die knoflook flink aan het werk gaan. Want ja, de knoflook wordt immers aangevallen, zeg maar, omdat je het snijdt. En dat betekent dat de belangrijke stoffen die in knoflook zitten, die helpen voor je immuunsysteem, dan juist geactiveerd worden. Nou, 9 van de 10 keer als je aan het koken bent, is het zo dat je je knoflook snijdt en dat je die niet meteen opeet. Hè, want je gaat hem meestal verhitten of wat dan ook. Dus dat moment van dat het eventjes ligt en vervolgens die goede stoffen ontstaan, dat bereid je eigenlijk altijd wel. Maar goed, in dit geval dus de knoflook, daar begin ik dan mee. Geelwortel. Geelwortel kan je natuurlijk een hele geelwortel hebben, maar je kan ook geelwortelpoeder hebben. Als je eventjes kijkt naar hoe fantastisch natuurlijk die kleur is. Ja, dat vind ik altijd al heel mooi. Daar zitten heel veel antioxidanten in. En als je zeg maar deze wil gebruiken, dan gaan we die net als de andere dingen ook gebruiken op de rasp. Zal ik zo verder vertellen. Maar vers heeft eigenlijk altijd de voorkeur boven poeder of ja, gedroogd. Kan je hier niet aankomen, pak dan de gedroogde, de biologische uiteraard. Dat is natuurlijk sowieso allemaal biologisch, maar ook daarin heb je echt wel een smaak- en een kwaliteitsverschil. Dus wil je daar iets mee doen, dan is dat nog een mogelijkheid. De ui, dat is een beetje een uit de kluiten gewassen ui, maar goed, dat maakt niet uit. En bij de ui geldt ook, dat is natuurlijk ook een zwavelachtige. En dat is fijn, want dat is fijn voor je immuunsysteem. En daarin kun je dus ook de ui goed benutten. En het mengseltje wat we direct gaan maken, gaat ook met geraspte ui. Nou is dat niet een heel veel gebruikte manier hoe je uien doet. Dus de uien kan doen, dus die laat ik je direct ook even zien. En de gember, nou, daar kunnen we ook een stuk van gebruiken. Die ga ik zo meteen ook raspen, dus ik had hem al gewassen. Je kunt eventueel het schilletje eraf halen, is niet nodig. Dus ik laat hem gewoon zitten. En dan ga je eigenlijk alles raspen op de microplane. Ik heb geen aandelen of wat dan ook, maar het is wel eigenlijk de beste rasp die je kan hebben. Die blijft heel lang scherp. Doe hem nooit in de vaatwasser, dus altijd met de hand afwassen. Je hebt heel veel ondermerken, zullen we maar zeggen, en die zijn gewoon niet scherp. Dus je kan het beste deze pakken. Goed, wat gaan we doen? Alles even raspen en vervolgens, ja, ik doe het even in een bakje zo meteen. En die kan je gebruiken om aan je soep toe te voegen, om kort mee te bakken met welk gerecht dat je dan ook hebt. En je kan het heel stevig maken. En dan denk je, nou ja, knoflook en uien in mijn thee. Maar dat is eigenlijk best wel lekker. Zeker als je weet van ik ben bezig om een drankje aan het drinken om een immuunsysteem te ondersteunen. Dus het is maar net met welke gedachte je iets drinkt. Goed, ik heb hier de gember en die gebruik gewoon het hele stuk, zeg maar. Ga ook niet zo zitten werken, dat is allemaal ongemakkelijk. Hè? Zet het op de plank die je hebt, dan heb je wat stevigheid. En dan ga je op deze manier je gember raspen. Ik ga niet het hele dingetje doen, jullie snappen wel wat de bedoeling is. En sla hem even eruit. En dan heb je hier hartstikke mooie, fijn geraspte gember. Nou, zo'nzelfde ding doe je met de ui. Dat is ook een beetje wat ik al zei, best wel groot ui. En die ga je ook raspen. Moet je even een klein beetje voelen, want als je de hele tijd doorgaat, dan krijg je hier zo meteen zo'n gat natuurlijk. Dus een beetje logisch nadenken. En het leuke is, als je dit zeg maar ook in je gerechten zou willen gebruiken, een fijn gesneden ui, een wat grover gesneden ui of een geraspte ui, geeft een heel andere smaak. Dus daar kun je ook nog variaties mee aanbrengen in je gerechten. Dus los van dit medicinale drankje kun je ook kijken naar hoe je zeg maar de verschillende onderdelen gebruikt en als je het raspt heb je gewoon een andere smaak. Dus die gaat erin. Dan onze geweldige, er zit nog van die losse teentjes aan, doe ik het even zo. Ook hiervoor geldt gewoon even wassen, schilletje erbij is niet zo erg. Oeps. Mensen denken van ja, hoe doe je nou het laatste stukje? A, met beleid
En het allerlaatste stukje doe je gewoon niet. Oh, deze ruikt echt heel heftig. Lekker. Nice. Die. En dan nog de knoflook. We weten dat zeg maar, dat groene gedeelte dat in die knoflook zit. Daar wordt nog wel eens gezegd van, oh, dat moet je per se weghalen. Dat is wat overdreven. We weten wel dat dat het gedeelte is wat voor de, ja, de knoflookwalm, zal ik maar zeggen, vertegenwoordigt. De oorzaak daarvan is. Dus je kan het eruit halen. Ik vind het niet zo erg. Als je knoflook gegeten hebt, mag je toch wel naar knoflook ruiken, denk ik dan. Maar goed. Deze gaat hier ook weer op. Even iets voorzichtig doen natuurlijk, dat je je vingers niet helemaal eraan open haalt. Dus dat doe je gewoon ook met beleid. Je gaat niet ondertussen nog iets anders zitten doen. Nou, tot het laatste gedeelte. Gebruik dat gewoon lekker in je bouillonnetje. En dat is de schillen die ik net daarin gedaan heb. Zo. En hier heb je dan de knoflook. En dan heb je hier een mooi mengseltje van de vier onderdelen. Ja, ik vind het een gouden combinatie hoor, als het gaat over sowieso de knoflook en de gember. Maar ja, ui is ook overal geweldig in en de geelwortel laat ik ook, dus ja. Alleen al ruiken is al heel erg fijn. Goed, dit kan je dus kort mee verwarmen in de verse gerechten die je hebt. En natuurlijk een warme drank, gewoon heet water erop. En nog een klein schijfje citroen erbij. Nou, ben je helemaal gelukkig.